Ze is net 90 jaar geworden, zuster Clivia. Want zo zal ze voor velen blijven heten. De enige echte zuster in Ja, Zuster, Nee, Zuster. Maar ze deed zo ontzettend veel meer. En maandag krijgt ze van minister Plasterk dit boekje, cd, dvd, Doe wat je het liefste doet, Hetty Blok. Wat ontzettend leuk dat u hier bent. Hoe gaat het met u? Goed. Wat doet u, Doe wat je het liefste doet, wat doet u het liefst? Hier wezen. Bij jou. Ja, nu? Ja. Ja, heeft u er naar uitgekeken? Nee. Ik kijk... Ik ben een heel klein beetje doof aan dit oor. Dus ik heb er wel naar uitgekeken. Ik kijk iedere avond. Nou. Oh, wat leuk. Ja. En wat doet u de hele dag? U bent nog 90, maar veel vitaal. Alles duurt 6 keer zo lang als vroeger. Omdat ik nu met een stokje loop. Ja. Dus daar heb ik maar 1 hand. Als ik de tafel moet dekken, dan moet ik 12 keer heen en weer met glazen en borden. Want ik kan maar 1 hand dus gebruiken. Snap je? Wat een gedoe. Een ontzettend gedoe. Ik moet iemand hebben die nou de hele dag achter me aan loopt. Dan moet ik maar eens uitvinden of we iemand kunnen vinden daarvoor. Dat gaat lukken hoor, vanavond. Natuurlijk moet er iemand komen. Laten we eens, natuurlijk, Ja, Zuster, Nee, Zuster. Daar ben ik mee opgegroeid. U was natuurlijk een held van onze generatie. Maar u heeft zo ontzettend veel... Ik wist het ook niet. Het staat allemaal in het boekje. Veel meer gedaan. Wim Sonneveld, Familie Doorsnee. Laten we even kijken naar een compilatie van uw carrière. Ik zei de vrouw van Dibbel Dibbel Durm. Ik heb een kop die de was kan doen. Wim Sonneveld in het pad. Dat gebeurt je niet zo vaak. Nou, dat was me even wat. En we spletterden maar raak. Will you have a cup of tea? Please, please, please. Hola, hola, die hola, die jee. Joehoe. Ja, en Annie M. G. Smit is een rode draad in uw carrière. Ja. U was misschien wel een van haar muzen, maar u bent in ieder geval een ambassadeur van haar werk. Ja. 1948 ontmoet u... Heeft het eerste liedje voor mij geschreven. Jacoba van Beieren. Speciaal voor u geschreven? Ja, want... Ja. Maar dat heeft ze naderhand nog wel meer gedaan, hoor. Maar het was in een programma van Wim Sonneveld. Het is historisch. Ja. En daar waren we allemaal historische figuren in. En ik was Jacoba van Beieren met een enorme tricorne. De eerste kleren van die Friso Wiegersma ontwierp voor Wim. De eerste kostuums. Wat was de, weet u nog, maar dat gaat wel heel ver terug, hoor. 1948, de eerste keer dat u Annie M. G. Smit ontmoette, dat jullie elkaar zagen. Ja, dat weet ik nog heel goed. Het was in de kleedkamer. Ik speelde toen met Fien de Lamar. En die moest ik altijd even begroeten als ik kwam. En weer goeiedag zeggen als ik wegging. Even op de kleedkamerdeur. En toen was er op een avond, toen zei ze... Hattie, kom je even binnen? Nou, en dat deed ik dus. En daar stond een mevrouw in een regenjas. En toen zei Fien, dit is mevrouw Smit. En daar heb ik een liedje van gekocht. En dat was, wat een gemier, zij minder haar vaders koetsier. En dat is het enige liedje van Annie wat ik niet leuk heb gevonden. Dus dat was natuurlijk een moeilijke toestand, want Fien zei... En mevrouw Smit heeft ook nog een liedje voor jou. En dat was een amazing liedje. En ik was in die tijd vreselijk literair cabaretterig. Dus ik zei, ik weet niet... of een amazing liedje wel iets voor mij is. Misschien heeft mevrouw Smit nog een ander liedje voor mij. En nou ja, Annie heeft dat mij nooit euvel geduid of kwalijk genomen. Nee. Want ik keurde gewoon van dat geniale mens iets af. Ja, hoe durf je? Ja, precies. Maar ja, goed, het was gewoon lichtekens, hè. Ze heeft er niet aan getild. Nee, begrijp ik. Ja. Ja, zuster, nee, zuster. Dat is toch uw claim to fame. Daar bent u het bekendst mee geworden. En dat leeft nog steeds, want er komen toneelstukken van, een musical en een bioscoopfilm. Ja. Vindt u dat leuk of zegt u, nou, het is nooit meer geworden zoals het was? Nou, eigenlijk wel, natuurlijk. Ja. Stiekem.
Maar Loes Luca is een erg goede opvolgster. Die heb ik zelf gevraagd of ze het wou doen. En dat meisje in die musical is een schattige Clivia. Ja. En het is een hele vrolijke musical. En het toneelstuk, dat heb ik prachtig gevonden. Uh-huh. Ja, heel artistiek. De film was mij iets te camp. Iets te camp? Ja, het is voor kinderen tenslotte. Ja, nou dan gaan we kijken naar de echte, the real thing. Dus Hattie Blok. En dan zien we daarna nog heel even Loes Luca. Is dat goed? En daarna? Camp. En daarna gaan we weer doorpraten. Oh, ja, dat is goed. Ja, ja, ik heb alles alleen maar. Duifjes, duifjes, kom maar bij ons. Wat een mooie veertjes, wat een lekkere dons. Poes, 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 poes. Ik geef een stekkie van de fuchsia. Van de fuchsia. Van zuster Clivia, de Clivia zelf. Doe wat je het liefste doet. Ja, zuster, dan is het altijd goed. Ja, zuster, ja, die ontzettend leuke liedjes van Annie M. G. Smit. Ja. En u heeft eind jaren 80 een programma gemaakt, CISO, voor kinderen, waarin u Annie M. G. Smit zong en vertelde. Alleen maar kinderpoëzie, die is geniaal, van Annie Smit. Omdat u vond ook dat kinderen moeten weten hoe goed Annie M. G. Smit is. Nou, ik was gewoon blij dat ik zo'n goed repertoire had. Ja. Waar ik een hele avond mee kon vullen. En ik heb eerst een programma CISO gemaakt voor volwassenen. En naderhand, op verzoek van een impresariaat, speciaal voor kinderen. Dus daar heb ik allemaal andere liedjes. In de eerste zaten ondeugende dubbele bodems en zo van Annie. Ja, ja. Die was heel ondeugend. en daarna heb ik dus allemaal andere liedjes genomen, speciaal voor kinderen. Luistert u thuis... luistert u thuis nog naar uw eigen... naar uzelf? Nee, nooit! Nee? Nee, je bent ontzettend blij als er zoiets komt. Ja. En dan luister je nog twee keer met trots om het aan vrienden te laten horen. En dan is het afgelopen. Ja, klopt, ja. Wat vindt u eigenlijk van... er is nu een televisieserie over het leven van Annie M. G. Smit. Heel ambitieus, wordt ook gewaardeerd. Vindt u het leuk? Ik kan er niet over juichen, Matthijs. Waarom niet? Omdat er totaal geen humor in zit. Al drie afleveringen lang. Ja. En dan laten ze dat leuke interview zien met Ischa Meijer van Annie. Die sproedelt humor de hele tijd maar door. Hoe kan je dat toch doen? Ja. Het is, ik vind het gewoon saai. Duidelijk. Zwak. Dit is een marmeren mening, hè, die u geeft over dit programma. Ja, daar zit u van. Het krijgt geweldige kritieken. Ja, ja. Maar niet van u. Nee, van mij. Nee. Daar zit Bas Odijk, uw vaste pianist. Dat is goed nieuws, want we hebben u gevraagd. En het hoeft ook helemaal niet. U bent tenslotte 90 jaar. Maar zou u als ambassadeur van Annie M. G. Smit met uw pianist nog een klein stukje willen zingen? Nou ja, daar heeft de redactie enige dagen over gezeurd. Heel lang duren. Maar mijn verrukkelijke Bas, die me al 25 jaar begeleid, lag in bed, ziek. Ja. Maar hij is nu beter. Nou ja, half. Oké. Stil, niks doen aan Bas. Wacht maar even tot je moe iets roept. Dus ik had allemaal die liedjes van jullie zijn zo kort. En die liedjes, die waren allemaal te lang. Ja. Dus ik had niks. Nee. En plotseling, vanmorgen, kwam ik op een idee van een kort en leuk lied. En dat gaat hij nu beginnen. Maar ik zei, Bas is ziek. En hij gaf ook geen gehoor, want hij lag nog te slapen. Want ik zei, oh, hij is beter, ik kan het doen. Een kort en leuk lied. Ja, ja, het is al drie keer geweest. Niet met de deur slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Niet op de stoel staan. Ja, zuster, nee, zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Zijn heel dunne muren. Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen.
zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, zuster, nee, zuster. Dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster. Twee. Ja, zuster, nee, zuster. Nog een keer. Ja, zuster, nee, zuster. Hatzee. Aanstaande maandag presenteert minister Plasterk. Doe wat je het liefste doet tijdens een avond die helemaal in het teken staat van Hetty Blok. Vanzelfsprekend in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Hetty Blok! Ja.